We gaan natuurlijk de... Jurgen, ik zal je niet voor het blok zetten. Maar ik ga in ieder geval de Rotterdam Marathon doen. Jij misschien ook, hoor ik nu. We hadden laatst al even een polletje op onze Instagram-account. @slimmerpodcast. Daar gaan echt heel veel luisteraars gaan hem ook doen. Dus we gaan echt wel samen op weg daar naartoe. Hartstikke leuk. Ik ga 2024, zeg ik nu. Oh! Oh! Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... Jaaroverzicht 2022. Wat zullen we nooit vergeten uit ons derde jaar? En daar is nummer 126. De mannen van de Slimmer Presteren podcast hebben het geflikt. De marathon aan afleveringen is ook dit jaar weer voltooid. Wat waren de hoogtepunten en welke momenten maakten het verschil? En wat gaan we volgend jaar eigenlijk doen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Mannen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jurgen, live uit Costa Rica. Hoe is het daar? Ja, het is lekker hier, hoor. Lekker, hè? Hebben jullie sneeuw? Ja, nou, wisselende omstandigheden. Maar minder goed, denk ik. Ja, precies. Ja, je ziet er weer lekker zongebruind uit, jongen. Ja, fijn dat je heel even jouw mooie reis hebt kunnen onderbreken voor een kleine terugblik op seizoen 6 alweer. Niet te geloven. Aflevering 126 is dit. Ja, laten we, voordat we zo even gaan kijken naar onze avonturen op 26 november... even stilstaan bij het afgelopen jaar. Twee seizoenen er weer op zitten, 42 afleveringen. Wat is het eerste wat er bij je boven komt als je terugdenkt aan de Slimmer Presteren podcast in 2022? Ik denk de 100ste, toch? Ja. Dat lijkt me een mijlpaal. Ja, die vergeet je niet heel snel. Nee, het was een mooie dag. In mei kwamen we bij elkaar met heel veel luisteraars. Meer dan ik had durven hopen. En verder, wat staat je bij van die dag? Wat staat me bij? Ik denk de hele aflevering, het onderwerp vond ik ook wel heel interessant. Dus placebo. Placebo natuurlijk, eentje die altijd blijft terugkomen, dus goed gekozen. Daarna dat je ineens kennis maakt met je luisteraar. En in plaats van dat dan iemand is die mailt en een naam, en dan verzin je vaak al een beetje aan de hand van de vraag van... dat is zo en zo persoon, blijkt dan vaak niet te kloppen in de praktijk. Kom je mensen tegen, ben jij die? Oh, en jij dan die? Oh, oké. Okay. Dan zie je andersom. Al jezelf van, oké, die vraag. Ja. Nee, ontzettend leuk, want het geeft... ik vind het wel fijn om nu te weten van waar... als je hiermee bezig bent, over aan het praten bent over allerlei dingen... voor de luisteraar... een beeld hebt van wie die luisteraar is. En dat hebben we natuurlijk op 26 november... hebben we ook een aantal luisteraars weer terug mogen zien. Dus nee, dat vond ik... Bij al die wedstrijden tussendoor... die foto's bij de Zeven Heuvelenloop... van al die mensen in zo'n Slimmer Presteren podcast shirt... doet mij ook maakt mij heel erg trots. Ja. Waar komen ze nog meer tegen? Niet in Renkum dit jaar helaas. Dat ging natuurlijk niet door. Dat is even jammer. Maar, Ik kwam er één tegen... moest ik ook aan denken bij de Keistad Triathlon. Ja, meerdere... Nou ja, en eentje die ik dan inhaalde. En dan dacht van, hè? Zoek een hoogtepunt. Dat ik hem mag inhalen, jeetje. Dat is natuurlijk jouw hoogtepunt, dat je mij hebt ingehaald, joh. Stiekem wel, hè. En dat ik, en later heb ik ook nog eens een keer bij... in Amsterdam hebben we natuurlijk die stadionloop.
heb ik mooi achter jou mogen lopen. Dus ja, ik heb jou nou ook wat beter leren kennen. Niet alleen als achter die microfoon of die kop koffie. Maar ook met de sportkleren aan. Het samen sporten. Ja. Ja. Dat deden we natuurlijk wel. Maar ja, jij zit A in een hogere zwembaan dan ik. En, dus bij de Utrechtse Heuvelrug triathlon team komen we elkaar minder tegen. En op zich bij het hardlopen, ben jij de laatste jaren onder begeleiding van een of andere coach. Ik voel ergens dat er iets gaat komen. Stukje sneller geworden. Maar nou ja, ik ben blij dat we dat een beetje op deze manier kunnen oplossen. Dat jij af en toe opoffert voor mij, Gerrit. Als ik in de toekomst jou misschien voor een kilometer kan hazen. Als jij voor een toptijd wil gaan volgend jaar, loop ik de eerste kilometer wel op kop en dan haak ik af. Dan, ja, of die laatste. Belangrijk. Ja, mooi. Hey, en Guido, jij terugdenkt aan seizoen 5 en 6 Slimmer Presteren podcast, wat springt er voor jou uit? Dag vond ik ook al heel mooi. Ja. En ook wat al blijf je bij? Dat je dan mensen tegenkomt en die dan ook zo meteen naar op je afstappen van hey Guido. En dat je dan denkt, ja, maar jij kent mij wel, maar ken ik jou dan? Ja, raar, ja, nee, hè? Er zijn een hoop mensen die ons heel goed kennen. Ik ben die en die en denk, oh, oké, ja. En wat dan ook gewoon mij misschien wel verbaast, is dan dat er zoveel mensen, luisteren en daar zoveel plezier aan hebben. Dus denk ik, we begonnen een beetje zo, hebben een keertje een beetje bellen. En wat tips en tricks geven. En dat loopt dan helemaal uit de hand. Dat heel veel mensen leuk vinden. En dat je dan hoort, god, ja, ik luister altijd die en ik heb die gehoord. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi dat zo is gelopen. En zo is gegroeid. En ook het hele traject wat wij zijn ingegaan. Kijk, van tevoren weet ik niet waar we uitkomen, maar... Nou ja, je wist niet waar je ja tegen zei, hè, toen ik vorig jaar belde. Nee, dat weet ik niet. Is het van anders tevoren een leuk idee voor de podcast dat ik bij jou in training mag komen? Ja, ja, en dat werkt buitengewoon goed, moet ik zeggen, die samenwerking zo. Kan ik ook zeggen. En dat vind ik heel prettig ook, inderdaad, om zo te werken. Dus dat is ook jouw verdienste, denk ik. Ja. Maar dat is ook zeg maar een lang hoogtepunt van het hele jaar om zo dit soort dingen te doen. Ja, eigenlijk ongelooflijk. Het had ook helemaal mis kunnen lopen natuurlijk. Hè? Ja, was ook interessant. Want dan hadden we hier niet meer gezeten zo, denk ik. Ja. Nee, het had inderdaad ook, ja. Weet je, als je allerlei dingen gaat verzinnen van wat allemaal fout kan gaan. Dan denk ik dat je maar, dan kun je maar beter binnen blijven zitten. Want... dat is ook zo. Ja, nee, maar dat is echt, vond ik echt, ja, weet je, dat is een mooi jaar met veel leuke hoogtepunten. En ja, dat mensen je dan... aanspreken of dat je mailtjes krijgt of reacties op social media over een bepaalde podcast. Ja, dan denk je, oh ja, leuk. Heb je dat geluisterd? Ja, voor ja. Ja, ik denk dat voor iemand die nu luistert moeilijk is voor te stellen. Maar wij zitten natuurlijk maar gewoon met z'n drieën wat te maken. En dan zet je het op internet en je hebt geen idee waar het terechtkomt. En langzaam zien we natuurlijk de statistieken groeien. We zitten op ruim meer dan 5000 luisteraars per week op dit moment. Ik denk dan altijd maar, stop ze eens in een zaal. Dat is echt wel een grote groep. We zien de laatste weken vooral die vrienden van de show natuurlijk enorm toenemen, waardoor we ook financieel langzaamaan ergens komen dat we denken, misschien kunnen we dit echt wel serieus gaan doortrekken. Steeds meer bestellingen in de webshop, dus in die zin, je hebt wel allerlei soort randverschijnselen. Je denkt, het komt aan, maar als het dan echt tot leven komt, dat is, dat is echt wel tof. Is, met name dat het aankomt, zeg maar, dat je heel veel positieve reacties krijgt, dat mensen er iets aan hebben. Ja. Weet je, dat ze er zinvoller... denk, maar dat wist ik niet. Of daar heb ik nou heel veel aan gehad, aan die tips. En ik denk, dat is precies wat we willen. Leuk. Ja. Leuk. Ja. Ik herken de mailtjes inderdaad. Het hele verhalen soms. En ik denk, en mensen inderdaad... Ja, eigenlijk iets suggereren van... ik loop al lang met dit probleem of blessure of noem maar op. En dat uiteindelijk allemaal overal geweest. En dan zeg ik, door ook jullie podcast heb ik het boel een beetje weer kunnen plaatsen. Heb ik heel veel aan gehad. En dan denk ik, dat is natuurlijk... sta je niet 1, 2, 3 bij stil als je zo met elkaar in gesprek bent op een zondagochtend achter een kopje koffie. Ja. De oude hoeren over een bepaald onderwerp.
Nee, precies. Ja, dat is, is leuk. Ja, ik had zelf puur breder dan onze podcast, wat ik waar we natuurlijk ook wel het over gehad hebben. Stuk, voor mij persoonlijk is het dat het werelduurrecord weer gewoon aangescherpt is. Beide dames, Ellen van Dijk, natuurlijk, hebben Benjamin gehad. En dan bij de mannen hadden we Dan Bigham, hebben we natuurlijk uitgebreid over gepraat. En daarna kwam Ganna. Ja, dan denk ik, als ik terugdenk aan 2022, sportief gezien, nou laat dat hele WK voetbal maar zitten. Maar dat werelduurrecord, ja, dan denk ik dat... Daar ben ik heel... daar kijk ik op een heel goed gevoel, met een goed gevoel op terug. Dat mensen weer inzien van hoe mooi en dat record is. En dat eigenlijk moet blijven bestaan. En dus aangevallen moet blijven worden. Ja, je zag het ook in de boek verkopen, toch, Jurgen? Wat zei je? Dat zag je ook in de boek verkopen, toch? Ja, je hebt daar wel eens een boek over geschreven. Voor de mensen die dat niet weten. Jurgen van Tevelen, auteur van Het Maakbare Uur. Zou dat ermee te maken, hebben dat ik het zo denk interessant vind? Ja, toch jammer dat die ene Limburger het uiteindelijk niet opgepikt heeft. Nee, het gaat niet gebeuren, hè. We hebben hem een tijd proberen te bereiken. En zeker niet podcast. Nu Ganna dat heeft gezet. Weet je, dan is het, nu is het wel even klaar. Nu gaat iedereen een beetje denken, wacht even. Daar ben ik wel een beetje bang van, dat je over 10 jaar zegt, oh ja, 2022, dat was eigenlijk de laatste keer. Afscheid van... Nou ja. Ja, misschien bij de vrouwen dan maar dat daar nog wel wat gebeurt. Precies. Ja. Maar het mooie is dat zeg maar dit aanvallen van een werelduurrecord, dus eigenlijk gewoon een wetenschappelijke benadering en een zo goed mogelijke prestatie neerzetten, dat heb je dus nu bij de marathon al gekomen, naar die sub 2 uur. Maar je ziet het dus ook in de triathlon, lange afstand triathlon, naar die sub 7, sub 8 uur. Dat zijn gewoon opgezette pogingen. Het zijn geen echte wedstrijden, maar het zijn wel opgezette pogingen die echt wel heel serieus worden aangepakt en waar echt wel veel commercie bij betrokken is. En dan denk ik, dat vind ik wel een mooie ontwikkeling van sportprestatie en wetenschap samen om dat tot een zo goed mogelijke prestatie, zo snel mogelijk prestatie te krijgen. Mm-hmm. Ja, kijken gewoon waar liggen die grenzen en kunnen we dingen optimaliseren eigenlijk door kennis samen te brengen. Ja, en dat zie je denk ik met name in die triathlonsport zie ik dat heel erg nu in een versnelling komen. Want daar waar je vroeger echt, je denkt onder de 8 uur, dat kan echt niet, hè. Tegenwoordig is het gewoon, als je boven de 8 uur bent, dan doe je eigenlijk al niet meer mee. Ja. In de top. Pas even op, hè. Triathlon is natuurlijk ook een sport waarbij het ook gaat om de prestatie en niet alleen om de tijd, hè. Ja, mensen, dat zeg ik ook niet. Maar als we dan kijken naar dit soort wedstrijden, het niveau is echt enorm aan het stijgen. Dat is denk ik ook wel de kracht van triathlon. Die omarmt gewoon elke innovatie. Ja. Die doet niet moeilijk in, blijkt dan bij zo'n Ironman van over de dikte van de zolen van de schoenen. Ja, leuk dat je het noemt. Die nieuwe schoenen van Gustav Iden, die zijn van On, hè? Daar moet ik even snel iets over vertellen. Oh. Ja, wederom een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de Slimmer Presteren podcast. Het Zwitserse merk On heeft voor zowel Jurgen, Guido als mijzelf een paar van hun nieuwe Cloudflyer 4 hardloopschoenen opgestuurd. Ze vinden ons namelijk de ideale proefkonijnen omdat On innovatie hoog in het vaandel heeft staan. En dat is bij de Cloudflyer 4 dan ook zeker terug te vinden met verschillende high-tech foams voor zowel demping, ondersteuning, extra comfort en een flinke energieboost in de voorwaartse beweging. Zoals ze het zelf zeggen, met de Cloudflyer 4 daagt On renners uit hun eigen grenzen te verleggen. Dus, daar kunnen wij mooi mee gaan lopen in 2023. Leuk. Wow. Dat gaan we doen. Wie weet, ga ik dan toch ook maar eens nadenken over een keer nog sneller? Rotterdam. Grenzen verleggen? Ja. Misschien ga ik wel een comeback maken. Ja. Nou, zou wel tof zijn. Er gaan veel mensen mee over luisteraars die tot leven komen. Dat is precies, als dat het hoogtepunt van 2022 is, ook de lijn waarop we in 2023 natuurlijk flink met elkaar verder willen. We hebben van Soesterberg geleerd, de meetup rondom wind, waar geen wind was.
dat het eigenlijk heel laagdrempelig is om zoiets te regelen, waarop wij meteen met z'n allen zeiden, hey, dat moeten we gewoon vaker doen. Dat kunnen we regionaal doen. Ik wil bij deze eigenlijk de oproep doen aan iedereen die dit hoort en zegt, hey, ik woon in Zeeland, in Limburg, in Groningen, in Utrecht, in Noord-Holland, weet ik veel. Ik wil wel zo'n meetup van de Slimmer Presteren podcast. Er is niet veel van nodig. Het hoeft niet veel te kosten. Volgens mij moeten we zeggen, een soort minimaal, als je 10, 12 mensen bij elkaar krijgt, vanaf dan komen we met z'n allen die kant wel op, toch? Ja, precies. Kom aangelopen op onze nieuwe schoenen. Dus ja, meer mag ook natuurlijk. Maar als je dat leuk vindt, dan neem even contact met ons op via de bekende kanalen. Dus dat gaan we doen. We gaan natuurlijk de... Nou, Jurgen, ik zal je niet voor het blok zetten. Maar ik ga in ieder geval de Rotterdam Marathon doen. Jij misschien ook, hoor ik nu. We hadden laatst al even een polletje op onze Instagram-account. @slimmerpodcast. Er gaan echt heel veel luisteraars. Gaan hem ook doen. Dus we gaan echt wel samen op weg daar naartoe. Hartstikke leuk. Ik ga 2024, zeg ik nu. Oh! Oh! Dus, kijk, nou, die coinen we even. Ja. Die leggen we even vast. Dus dat is leuk. Daar zitten natuurlijk wat evenementen vooraf. En voor de vaste luisteraars die weten, als je je abonneert op onze nieuwsbrief, dan staat er altijd een agendatje met races waar Jurgen en ik gaan starten. En als jij daar ook start, dan vind je daar de kortingscode hoe je een gratis Slimmer Presteren podcast sportshirt kan bestellen. Dus als je er ook een wil, start met ons in een wedstrijd. En zorg dat je even die code gebruikt om hem te bestellen. En als je hem sowieso wil hebben, bestel hem gewoon. En wat we ook bedacht hebben, we hebben het al over triathlon. 9 september. Is de Heuvelrug Triathlon, tweede editie. En wat we vorig jaar ook zagen, heel veel mensen die daar hun eerste triathlon gaan doen. Onder andere ook uit onze luisteraarspool, Raoul Wallaert, Corné de Vril. Ik zag dat die zich voor dit jaar alweer ingeschreven hebben. Dus Jurgen, Guido, we hebben bedacht, we kunnen wel een aantal keer een live sessie doen. Vond ik trouwens ook een hoogtepunt van 22. Dat we dat live schaatsen gingen kijken. Live met luisteraars erbij. Maar nu specifiek op triathlon debutanten. Ik kan me voorstellen dat we 1 of 2 keer een soort vraag ons alles sessie over jouw eerste triathlon gaan doen. En dat wordt dan waarschijnlijk ongetwijfeld ook een bonus aflevering van de Slimmer Presteren podcast. Dus dat is leuk. Prima. Leuk. En ja, wat hebben we nog meer? We blijven natuurlijk langsgaan bij de ASM. Bij hun Masters of Movement meetups. Gaan we ook in 2023 4 keer weer verslag van doen. We gaan met elkaar naar de World Cup MTB in Valkenburg. Ik dacht, mannen... Proefjes doen, hè? Dat ja, moeten we ook meer doen. Meer proefjes doen. Laten we zo nog even nabeschouwen op wat we uit de data van Soesterberg hebben gehaald. Dan kunnen wij wel even 1-op-1 doen, Guido. Ja. En World Cup MTB, even kijken of we daar... Doet Lotte daar mee, weet je dat al? Ja, zoals alles, weet je, als alles volgens plan gaat, dan staat ze daar gewoon aan de start. Ja, precies. Lotte van de Knabbel en Babbel podcast, waar we de afgelopen tijd contact mee hebben gehad, de afgelopen maanden wat minder. Dus het lijkt me een mooie aanleiding om die banden weer eens wat aan te trekken. Ja, off-season, hè? Ze moeten ook precies, even iets anders precies, doen. Precies. Misschien moeten we ook even gaan kijken bij het WK veldrijden in Hogerheide. Maar ja, dat is nog voordat wij terug zijn van de winterstop. Dus 3, 4 februari zag ik. Ja, 4, 5. Nou ja, allemaal leuke events. Misschien moeten we een keertje, die zit toch vlak hier bij ons in de buurt. Misschien moeten we Lars van der Haren even een keertje erbij halen. Dat hij ons de fijne kneepjes van het veldrijden bijbrengt. Ja, kijken of we daar nog even wat van kunnen leren. Zonder te vallen en zo. Dat soort dingen. Wel handig. Mooi. Mooi, mannen. Volgens mij, Jurgen, hoor ik daar alweer een cocktail bij jou op de achtergrond geserveerd worden. Daar op dat mooie Costa Ricaanse strand. Papagaai die... Wie was die dame? Oké, ja, ik hang op, jongens. Het wordt tijd voor de oliebollen, hè? En die er vervolgens weer lekker aflopen allemaal. We gaan er een mooie jaarwisseling in. En blijf vooral luisteren, zeg ik tegen onze luisteraars. Want we stoppen nog een mooie mix of all in deze eindejaarsaflevering. Nog wat mooie boodschappen, mails en berichten van luisteraars. En zo maken we er een lekker eclectisch geheel van. We gaan voor nu weer verder. Hey mannen, goed bezig met de podcast. Professioneel opgenomen, fijn om naar te luisteren. Interessante onderwerpen, goede content. Ik ben er altijd blij mee om tijdens een looptraining of een fietstraining met jullie podcast op.
weer even bijgepraat worden over de laatste stand van zaken. Over verschillende sportonderwerpen die mij als coach ook erg aangaan. En regelmatig stuur ik een podcast door naar een atleet als we het ergens over gehad hebben. Dus ga zo door. We gaan zoomen. Guido, 26 november, proefjes met wind. Laten we eens even in de data duiken samen. We gingen oorspronkelijk op zoek naar het antwoord op de vraag, kan je nou in de stride vermogensdata zien of je uit de wind loopt bij iemand? Ja. Dat de stride wind kan meten, daar is helemaal geen discussie over. Maar kan die dan ook zo fijnmazig meten of die doorheeft of je uit de wind loopt? Nou, waren er twee problemen. 1. Er was geen wind, dus we hebben die proeven niet gedaan. Maar inmiddels heb ik daar met Jurgen nog wel wat meer over door zitten filosoferen. En ik was natuurlijk als ingenieur sceptisch of dat ding dat zou kunnen. Omdat ik loop met mijn bovenlijf uit de wind en dat ding zit op mijn schoen. Dus hoezo heeft hij dat door? Later kwamen Jurgen en ik er wel achter. Ja, oké, stel dat hij dat niet doorheeft, dan meet hij hoogwaarschijnlijk meer wind dan ik daadwerkelijk voel. En dan zit dus de vergissing aan de veilige kant. Dat wil zeggen, de stride geeft mij meer power dan ik eigenlijk lever. Dus stel, ik zou dit gebruiken in een marathon pacing of zo, gaat hij me niet te hard laten lopen. Hooguit een klein beetje te langzaam dan ik zou kunnen. Nou, dan gooien we dan in de laatste kilometers er wel uit. Bijvoorbeeld. Ja. Dus dat nog even over het windexperiment. Maar ja, dat hebben we niet gedaan. Dus toen moesten we razendsnel experimenteren. De groep was in jouw handen, Guido. Wat gingen we doen? Ja, we hebben dan maar... Nou ja, de wind was echt 0%. Dat zie je straks ook wel in die files. Ja. Dat er ook geen aandeel is van de wind. Want het was echt volgens mij windkracht 1. Of nog niet eens. Ja, precies. Dus ja, dan moeten we maar iets anders doen. Dus daar heb ik meer bedacht van, nou ja, laten we dan wat testexperimentjes doen, waarbij we de zwaartekracht gaan inschakelen als extra weerstand in plaats van de lucht. Want op de vliegbasis heb je een hele mooie, lange trap. Ja. Oftewel, daar kun je, ja, ik weet niet precies of het nou 10 meter of 15 meter hoogteverschil is. Vrij snel omhoog knallen. Ja. Dus dan kunnen we ook zien of Stride, zeg maar, dat goed op kan pikken. En dan kun je een soort explosiviteit bepalen van iemand. Hoe snel of hoeveel vermogen kan iemand ontwikkelen in 5 seconden, 10 seconden. Hoe hard kun je die trap op? En wordt dat dan zeg maar ook in een peak power goed gemeten? Ja. Dus wij gingen in een gezellige groepsjog naar die trap toe. En toen heb je ons daar een paar keer naar boven gejaagd. Ja. Je hebt ons ook nog een wat langzamere oplopende helling op laten sprinten. En we hebben daar verder nog wat leuk rondgelopen. En toen hebben we aan de deelnemers die inderdaad met hun eigen of hun geleende stride rondliepen gevraagd. Nou, deel eens je data met ons. En daar heb je even naar gekeken. En dan zeg ik even tegen onze luisteraars. Je kan ook meekijken op YouTube. Dan kun je de grafieken zien. Maar we gaan ze ook proberen te beschrijven. Wat zie jij? Wat valt op? En uiteindelijk natuurlijk de vraag. Wat kan ik als sporter zelf met dit soort data? Maar laten we eens kijken wat jou opvalt. Je krijgt uiteraard eerst we beginnen met rustig hardlopen naar de plek waar we moeten zijn. Om de testjes uit te voeren. Dus je ziet gewoon een grafiek met een lijntje van vermogen, snelheid en de elevation, de hoogte waar je op loopt, geeft die aan. En totdat we eigenlijk een beetje bij die trap zijn, daar stoppen we even. En dan geef ik eigenlijk opdracht om... Nou, eerst maar eens die trap omhoog te rennen. Ja. En uiteindelijk zorg ik dan dat wij weer terugkomen aan die trap. En dat je dan eigenlijk, je weet hoe lang die trap is. Ja. Proberen zo hard mogelijk als je kan naar boven te rennen. Ja. Dus dan krijg je eigenlijk een soort, wat ik dan laat zien is eigenlijk een soort peak power testje. Ja, want je hebt nu bij een van de deelnemers ingezoomd specifiek op die... Zo hard mogelijk de trap op, hè? En dan zien we dus een bult. Ja. Je ziet, ik heb een stukje ingezoomd op de grafiek. Dan zie je een piek
vermogen curve verschijnen met die oranje is. En die gaat dan heel hoog. De hoogste piek is, als je het goed kunt lezen, dan is het 446. 446 watt. Ja, ja, precies. En rechts zie je een schermpje van de locatie. En daar zie je eigenlijk een beetje van waar je de trap op rent. Ja. En dan kun je een beetje goed, als je, ik weet ongeveer wel hoe het daaruit ziet. Ja. Stippenlijntje tot stippenlijntje, dat is een beetje tussen de wegen in waar die trap naartoe gaat. Ja. Dus als ik dat een beetje zo selecteer, als ik dat hier zo selecteer, dan kom ik ongeveer daar wel uit. Ja. Dus dan heb ik een stukje van de trap geselecteerd, 20 seconden lang. Ja. En dan zegt hij dat, even kijken. 381 zegt hij zelfs hier. Ja, 381. Gemiddeld. Gemiddeld, peak ja. power. Ja. Is dat beter te zien? Want ik zit ook, ik zit ondertussen stiekem naar mijn eigen data probeer ik terug te vinden. Want ik zie 300, 400 watt. En denk, nou, dat zijn. Dit was ook wel een veel lichter persoon. Hè? Ik weet wiens data dit is. Ik hou het toch maar een beetje anoniem even. Dus dat zijn hele andere waardes. Maar ik kwam naar piekwaardes van boven de 1000 watt eruit. Zal ik hem er even bij halen? Ja, kijk eens of je hem kan vinden. Die. Ja. En dat was gelijk al de eerste keer. Kijk, we zagen ook dat de vorige deelnemer die had al 3 keer gedaan en toen moest hij maximaal. Ja. Kijk, hier zie je bij jou. Oh, maar dit is ook al de helling erbij. Ja. Je loopt ook nog het hoekje om. Dus dan, als ik hem dan van bovenaf dit stukje neem tot aan beneden bij de trap. Ja. Dat is ongeveer dit. Ja. Dan heb je precies die trap. Ja. En dan zie je eigenlijk wel hier goed tot 21 meter aan het begin. 39, dus 18 meter hoogteverschil. Ja. En daar doe je 21 seconden over. Precies. Dat vinden we een leuk interval toch? In de peak power, in de power duration curve. 20 seconden waarde. Je ziet jouw piekwaarde, hoogste waarde, 1096. Bizar. Zie je dat? Ja. Terwijl je in het begin eigenlijk 200. Dan ga, dus als ik hem iets... Stel dat ik jouw beste 5 of 10 seconden ga nemen. Dan heb ik hier 11.02. Dit zijn 10 seconden. Ja. Jouw beste 10 seconden waarde 803 watt. Ja. Nou. En dat is voor hardlopen is dat best hoog. Want nu hebben we eigenlijk een trap daarvoor genomen. Wat niet hetzelfde is als gewoon sprinten natuurlijk. Nee, precies. Precies. Als jij 10 seconden keihard sprint. Op een vlakke baan bijvoorbeeld. Ja. Is dit veel lastiger om dit op deze manier zoveel vermogen te leveren. Ja. 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 En mijn vraag meteen maar even, want alle deelnemers hebben vergelijkbare data, die kunnen er zelf ook doorheen neuzen. Ja. Wat zegt dit? Nou, ik denk dat ik het antwoord weet. Eén keer zo'n meting zegt natuurlijk niet zoveel. Maar en nu, wat kunnen we hiermee? Nou, dit is zeg maar, je ziet op een gegeven moment in stride kun je power duration curve zien. Ja. En die is eigenlijk tegenwoordig opgeknipt in explosieve deel. Dus eigenlijk, 0 tot 10, 20 seconden. Dat is je sprintvermogen. Ja. Dan krijg je een anaerobe deel. En dat hebben we eigenlijk een beetje bij die laatste helling. Als ik die inzoom. Je liet ons op het einde nog een keer, wat was het? 2 minuten, hè? 2 minuten volgens mij. Ja, nee, minder nog. Minder, 1 minuut. Het was een helling van 400 meter. Ja. Waarbij je, denk ik, als ik het goed even snel inschat, 10 meter omhoog loopt. Ja. Dus zeg maar 4%. Dus dan deed je daar ongeveer 1,5 minuut over. Dus dan heb je een soort anaerobe interval tussen de 1 en 2 minuten. Ja. Dat is een onderdeel. En dan heb je ook nog langere testen. Meer voor het VO2 max of voor het critical power systeem. En daar kun je dus eigenlijk al die bij elkaar, die zeggen iets over hoe je als loper in elkaar zit. Dat is ook vanuit het wielrennen zo. Maar daar is het sprinten eigenlijk veel duidelijker. Want bij lopen gebeurt dat sprinten eigenlijk bijna niet natuurlijk. Mm-hmm. Bij lopen kun je dus eigenlijk vanuit die critical power, als je kijkt van, daar wordt altijd wel een test gedaan van kort en lang. Ja. En het verval daartussen geeft je critical power aan het eind. Ja. En hier kun je een beetje inzicht krijgen van, hoe zijn de verschillende energiesystemen bij mij nou, hoe goed zijn die nou? Hè? Kan ik sprinten? Of heb ik totaal geen
explosief vermogen. Kijk, jij hebt best wel explosief vermogen, want jij kunt kort en hard die trap heel hard omhoog. Ja. Hè? Met die 80 kilo, ja. Ja. Want daarom wordt dat wattage zo hoog in vergeleken met de vorige deelnemer die veel lichter is. Ja, en dat gaat dan met name zeg maar watt per kilogram. Als je zeg maar gemiddeld dus 800 watt met 80 kilo, zit je 10 watt per kilogram. Ja. Als die vorige van, wat was het, 300 zoveel? Ja, richting 400, 380, 400. Ja. Ja, als je dat met 60 kilo doet, dan is het nog maar 6, 7 watt per kilogram. Dus een stuk lager. Ja. Ja. En dat zegt iets over hoe goed je ergens bent op een bepaalde tijdsduur. Precies. En dan zou het dus interessant kunnen zijn, los van dat we het nu leuk en gezellig met elkaar vonden en eens een keer wat bijzondere data verzamelen op een trap en een helling. Dit heb je één nodig om zo'n power duration curve, hè, om zo'n grafiek op te bouwen en dan met name het korte explosieve deel data voor te verzamelen. En je zou je natuurlijk kunnen aanwenden om eens één keer in de maand of zo op een trap bij jou in de buurt of een helling bij jou in de buurt zo'n test te doen. Ja. Om in de gaten te houden of je beter wordt en hoeveel je dan beter wordt. Ja. Ja. Hey, slotvraag. We zien door die trappentest en dat experiment wat de 26e deden, bijvoorbeeld in mijn data, dat ik heel erg, of dat ik behoorlijk explosief ben. Wat heb ik daar? We hebben het in deze podcast veel over hardlopen, wielrennen, triathlonen, duursporten. Wat heb ik daaraan? Of ben ik gewoon de verkeerde sport aan het doen eigenlijk? Wat heb ik daaraan? Ja, dat is de eindsprint, hè, bij een triathlon. Dan eindigt het met lopen. Dus je moet de hele tijd maar proberen bij iemand te blijven. Ja. En die laatste 10 seconden, dan kun je hem nog... De uitsprint. Nou, dat herken ik helemaal de afgelopen jaren. Iemand eruit sprinten, dat is mijn middle name. Ja. Nou ja, precies. Dus dat wapen heb je dan, hè. Ja. Maar ja, dan moet je wel, zeg maar... Daarvoor moet je er wel bij kunnen blijven, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, grappig. Ja. En ja, dat precies. Dat is lastiger... bij hardlopen dan bij wielrennen. Want ja, weet je kunt wel proberen bij iemand bij te blijven, maar zoveel voordeel achter iemand aanlopen is toch minder voordeel dan met fietsen, hè? Ja, exact. En zegt dat absolute hoge explosief vermogen nog iets over het herstelvermogen van het anaerobe systeem, of heeft dat niks met elkaar te maken? Nee, niet zozeer over het herstelvermogen. Ja. Het zegt meer iets, zeg maar, over het type spiervezel. Ja, dus het is niet zo dat ik nu gezien heb dat ik wel tot 1100 watt kan trappen op een trap, dat ik wat meer met mijn krachten kan smijten bij tussensprintjes of heuveltjes of wat dan ook. Nee, want eigenlijk je herstelvermogen wordt meer bepaald, zeg maar, door dat VO2 max gedeelte. Oh ja. Dat zorgt namelijk voor de zuurstofaanvoer als je, nou ja, laat ik zeggen, je anaerobe tank hebt leeggetrokken. Ja. Dan moet dat weer gevuld worden en daar is zuurstof voor nodig. Dus dan moet je weer terug naar die zone en dan kan er wat herstel plaatsvinden. Ja, hoe hoger jouw zuurstofsysteem is, jouw zuurstofopname is, hoe sneller jij herstelt. Helder, helder. Het is lekkere data-nerden, maar het is wel allemaal logisch. En ik vind ook wel de sport om dan iedere keer weer uit die enorme bak met data te bedenken. Oké, maar wat moet ik hier nou mee als ik een nummer op mijn buik heb? En wat doe je ermee op de weg of wat doe je ermee in je trainingen? Maar leuk om zo mee te spelen. En slotvraag, want er zitten nu natuurlijk 10, 12 deelnemers die zeggen, ja, en mijn data dan? En mijn data dan? Je hebt ze allemaal wel even aangeklikt. Zitten er nog gekke bijzonderheden in? Ben je nog iets heel bijzonders tegengekomen? Of, Nee, er was wel eigenlijk het grootste verschil is namelijk tussen mensen die dan echt explosief heel hard kunnen een trap oprennen. Ja. He, daar zag je de grootste verschillen. En anderen die dan eigenlijk al, voordat ze bovenaan die trap waren, eigenlijk al totaal op waren. En dan begint hij al af te lopen, hè? Dan begint die bult van de piekwaarde al af te nemen. Ja, dus die konden eigenlijk die hele sprint niet afmaken van die trap. Want dan moesten ze eigenlijk, wat je normaal 2, 3 treden tegelijk deed, dan werd het op een gegeven moment nog maar 1 trapje tegelijk. Over wat moeten we ermee buiten? Dat is nog wel een praktische. Ik weet niet of we dat uit de strijddata halen. Maar ik heb ooit meegedaan aan de Runbike Run in Hogerheide. Daar zit ook de befaamde Hogerheide trap in het parcours. Oh ja. En daar heb ik me vaker afgevraagd, en dit is dan voor alle mensen die wel eens een trap tegenkomen in het parcours. Wat is nou slimmer? Zeer hoge cadans, lage force, 1 tree voor tree. Ja. Of grote stappen, grote kracht, 2 treden tegelijk. Ja, dan hebben we hier wel wat aan. Want jij hebt heel veel kracht en explosiviteit. Dan moet die trap niet eeuwig duren, want dan gaat het natuurlijk ook op. Maar jij, stel die trap is
20, 30. Ja, het is een vergelijkbare trap als de 26e. Ja, Ja, als je 20, 30 treden hebt, dan weet je, oh, dat kan ik echt wel drie treden tegelijk. Want dat, zoveel explosiviteit heb ik wel. En dan zijn mijn benen echt nog niet ontploft. Kak. Maar iemand anders die echt totaal geen explosiviteit heeft, die kan maar beter denken, weet je. Ik kan dat beter gewoon meteen al beginnen met één trede tegelijk. Want ik ga dat niet redden. Omdat, hè, dan blaas ik mezelf op en dan kom ik misschien helemaal tot stilstand boven. Ja, ik ken een andere, wat ik zelf heb gelopen vroeger, dat is de Zeeuwse Kustmarathon. Daar zaten aan het eind bij de tank bij Westkapelle ook zo'n trap in. Ja. En nou ja, ik heb ook wel wat explosiviteit. Dat zie je aan mijn curve in het begin, die 0 tot 10 seconden, die kan echt wel hoog. Ja. En ik kon daar ook gewoon met 2-3 treden, nou ja, dan zit je op 30 kilometer, nog eens even flink die trappen oprennen. Dan haal je er veel in. Ja, dan kun je even flink doorbeuken. Ja, absoluut. Oh, hadden we deze podcast maar een paar jaar geleden gemaakt, want dit was, deze Run by Grum was uit mijn hoofd in 2018, 19 denk ik. En ik had dus heel goed nagedacht. Ik denk, hoge cadans, want ik moet nog een hele ding, dus ik ging 3 voor 3. Nou, ik kan je vertellen, ik startte denk ik op 3/4 van het veld, want het was ook mijn eerste Run by Grum. Wat starten die gasten idioot hard. Iedereen sprint natuurlijk weg. Dus ik zat nog, ik denk dat er 120 man deden of zo. Ik zat nog rond plek 80 toen we onderaan de trap begonnen. En ik netjes, hoofd naar beneden, hoge cadans. Ik kwam boven, ik was letterlijk laatste. Want al die gasten sprinten gewoon met 2-3 tenen tegelijk de dingen omhoog. Maar goed, ja. Nou, ik denk dat het wel voor iedereen een hele goede training is om dit wel eens vaker te doen, zeg maar. Als je ergens een trap in de buurt hebt die vrij lang is. Ja. Om die als een soort alternatieve krachttraining in je programma op te nemen. En dan het liefst dus wel met 2 treden tegelijk. Want dan treed je ook... Ja, probeer maar. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, een mooie tip. Die nemen we mee voor het nieuwe jaar. Ik heb een andere, de laatste dan. Want ik heb ook wel eens de Jungfrau-marathon gelopen. Ja. En dan weet je, dan moet je ook bergop. Dus in die tijd woon ik in Utrecht. En ik denk, ja, hoe ga ik dat trainen? En dan had je de Tuindorp-flat, studentenflat, met daarnaast een trappenhuis. Dus daar liep ik eigenlijk dan naartoe. En daar ging ik dan een stuk of 10-20 keer naar boven, naar beneden. Naar boven, naar beneden. En met trappen en dan met 2 tegelijk. Ja. En dat maakt je wel sterk. En naar beneden ook? 2 tegelijk? Nee, naar beneden gewoon heel relaxed, hè? Oh, heel relaxed. Oh, oké. Okay. Dat is dan de herstel en dan weer hop. Want anders met naar beneden keihard lopen, dan maak je gewoon veel spierschade. En dat wil je niet. Ah. Dus gewoon heel rustig naar beneden dribbelen. En dan beneden weer omdraaien en naar boven knallen. Kijk. Wie had dat gedacht? We doken de data in en we eindigen gewoon en met een paar mooie wedstrijdverhalen. En nog met een paar hele concrete trainingstips. Ja. Ik ben Remco van Es. En ik... Kijk en luister die Slimmer Presteren podcast. Vooral omdat als verenigingsgenoot is het natuurlijk fantastisch om Jurgen en Gerrit zo actief bezig te zien. En als wetenschapper denk ik ook wat leuk om die combinatie van passie en sport en wetenschap te combineren. Fantastisch. Ga zo door. Ik ben Jacco van Heewijk en ik luister de Slimmer Presteren podcast wekelijks. Omdat ik vind het heel breed dragend, allerlei sporten. Ze komen met hele goede tips en trucs. Dus echt mijn favoriete podcast. En vandaar ben ik ook vandaag hier bij het live event. Hoi, ik ben Mariska van Sprundel. Ik ben auteur van het boek Missie Marathon. En ik zat in aflevering 80 van de Slimmer Presteren podcast. En ik moet toegeven dat ik daarvoor nog nooit zelf heb geluisterd naar de podcast. Ik was er eigenlijk niet zo bekend mee. Maar sinds ik te gast was, ben ik dus wel gaan luisteren, een paar afleveringen. En blij verrast. Ik ben zelf ook wetenschapsjournalist, dus ik zoek ook best wel veel dingen uit over sportwetenschap. En toch leer ik van deze podcast nog allerlei nieuwe dingen die ik eerder gewoon niet wist. Dus ik ben eigenlijk gewoon een trouwe fan geworden van de Slimmer Presteren podcast. Hallo, ik ben Melvin. Ik luister naar Slimmer Presteren. Want ik vind de wetenschappelijke achtergronden die ze aanhalen heel erg interessant. En dat mis ik soms wel een beetje bij andere podcasts. En ik vind de onderwerpen die ze aansnijden met de wetenschappelijke achterbouw echt heel erg interessant.
Hoi, ik ben Saskia en ik luister naar de Slimmer Presteren podcast. Vanwege de combinatie waarbij kennis wordt gedeeld, wetenschappelijke kennis, gerelateerd aan de praktijk van de amateursporter. Dus het is niet zozeer gericht op hoe wordt een professionele sporter beter. Er wordt wel naar gekeken, maar uiteindelijk wordt het toegepast op de amateursporter die ik zelf ook ben. Waardoor het heel herkenbaar wordt, heel tastbaar wordt. En verder is het ook gewoon een hele gezellige podcast. Omdat de heren lekker met elkaar lopen te beppen, weetjes uitwisselen, de actualiteit erin meenemen. Waardoor je gewoon, ja, gewoon lekker rustig kan luisteren met een glimlach op je gezicht. En er ook nog een stukje wijzer van wordt. Slimmer. Waarom ik naar de Slimmer Presteren podcast luister? Ten eerste, ik vind die wetenschap hartstikke interessant. Eigenlijk is het voor mij ook een middel om gewoon spullen te kopen. Ik heb ook die stride, ik heb ook die kousen. Ik vind het fantastisch, ook om het zelf te testen. Dus dank daarvoor dat ik eigenlijk alleen maar armer ben geworden jullie, maar heel veel ervaringen rijker. Ja, en die laatste man was Patrick Staastra, te gast in aflevering 70 van onze podcast. En ik weet niet helemaal zeker of hij nou precies begrepen heeft wat de essentie van de Slimmer Presteren podcast is. Want wij doen natuurlijk onze best om ervoor te zorgen dat jij niet je geld, je tijd of je energie besteedt aan marketing hypes waarvan de wetenschap helemaal niet heeft aangetoond dat ze daadwerkelijk leiden tot een betere sportprestatie. Daarmee komen we aan het einde van seizoen 6, ons derde jaar, waarin Spotify Wrapped ons vertelde dat wij notabene in de top 1% van de meest gedeelde podcasts wereldwijd staan. En ik las ook dat we in bij liefst 1000 fans de favoriete podcast zijn. Oftewel, in jouw Spotify Wrapped staan we misschien ook wel op de nummer 1 in het lijstje podcasts wat jij beluistert. Daar zijn we, zoals je al vaker hebt gehoord in deze aflevering, ontzettend blij en trots mee. En we vinden het leuk om jou te ontmoeten. En dat gaan we de komend jaar nog veel meer doen. Dus ik zeg nog één keer dit jaar. Als je wil reageren, maar belangrijker, als je in de gaten wil houden waar en wanneer je ons kan ontmoeten, ga ons dan volgen. Dat kan op een aantal verschillende manieren. Bijvoorbeeld op social media zijn wij de @slimmerpodcast op Instagram en op Twitter. Maken wij van iedere aflevering een eigen post. Die kan je hartjes geven, daar kan je op reageren. Maar volg ons vooral, zodat je als eerste weet wanneer er een nieuw evenement gaat plaatsvinden, wanneer je ergens aan mee kan doen. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering en dus ook van deze een eigen pagina. Die link kan je pakken, die kan je doorsturen. En, dat is ook belangrijk, daar kan je naar onze webshop. Daar kun je merchandise bestellen. Maar misschien had je het al gemerkt. Ik ben even 2 weken op vakantie. Dus ik ga vanaf 9 januari weer pakketten verzenden van alle bestellingen die daar staan. Of je kan ons ook natuurlijk nog mailen via post@slimmerpodcast.nl met al jouw vragen, al jouw opmerkingen, alle suggesties voor onderwerpen voor toekomstige afleveringen. Die zetten wij allemaal op een grote lange lijst met onderwerpen voor mogelijke afleveringen. En om de zoveel tijd gaan we daar doorheen, dan gaat Jurgen zich ergens in verdiepen, dan vinden we een wetenschappelijk artikel wat we ergens aan kunnen koppelen en dan gaan we die aflevering maken. Ik wens je een hele fijne jaarwisseling. Ook namens Guido en Jurgen. Ik wens je een hele fijne vakantie als je die hebt. Wij hebben in ieder geval een korte winterstop, zoals je wellicht inmiddels van ons gewend bent. We gaan 5 weken op pauze. Dat betekent dat wij er weer zijn vanaf vrijdag 10 februari. Iedere vrijdagochtend in je favoriete podcastspeler. Als je nou een beetje achterloopt of je bent later ingeschakeld, dan zijn dit dus 5 fantastische weken om dat hele archief door te gaan en lekker leuke afleveringen eruit te pikken en die nog eens terug te luisteren. Want dat is ook hoe we de Slimmer Presteren podcast hebben gemaakt. We proberen de inhoud zo tijdloos mogelijk te maken, zodat jij ten alle tijde bij ons kan instappen en nog heel veel uren luister en daarmee misschien sportplezier voor de boeg hebt. Dat was hem nu echt. Dit is het einde. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Doei. Hoi. Hoi.